We zijn hier in de Jopenkerk. Dat is het thuis van Jopen. Hier hebben we de brouwerij in combinatie met proeflokaal en restaurant. Weet je, wat maakt bierbrouwen nou zo mooi? Het is eigenlijk een oeroud, bijna een soort alchemisme. Je begint met granen, je begint met wat hop, met water. En eigenlijk maak je van een handvol basisingrediënten uiteindelijk via een heel complex biochemisch geheel. Dat zetmeel worden omgezet naar suikers en de gist zet de suiker om naar alcohol en koolstofgas. Dus je hebt het meest brede palet aan smaken wat je in een drank kunt krijgen. En dat met zulke simpele basisingrediënten. Daar zit inderdaad de aandacht en de liefde van die brouwer, dat hij daarin kan sturen. Je kan een brouwer ook niet blijer maken dan dat hij de koolzuurbelletjes ziet stijgen. Dat het bier heel actief in gisting staat en dat je weet, ik heb het gist gelukkig gemaakt en die heeft het nu zo naar zijn zin dat hij een feestje aan het vieren is in die tank. En daarmee krijg je uiteindelijk een heel mooi product en dat is bier.